Wij doen aan koolstofboeren, aan carbon farming, waar dat we eigenlijk de koolstof uit de lucht gaan vastnemen en eigenlijk gaan vastlijnen, gaan fixeren in de bodem. En dus gaan opslaan eigenlijk in de bodem. Hoe gaan we dat gaan doen? Wat is onze aanpak? We gaan eigenlijk door een aantal innovatieve technieken, door een aantal slimme handelingen eigenlijk, in ons project ook, met onder andere organische bemesting, zoals hier op dit bedrijf, gaan we eigenlijk stalstrooisel gaan aanvullen met houtsnippers van eigen knotwilgen. Dus we gaan eigenlijk heel circulair gaan werken. Andere mensen gaan met onderzaai van grassen en mais gaan werken. We gaan ook bijvoorbeeld met hybride herst gaan werken die we een keer gaan maaien. Dus we werken met eigenlijk doordachte proeven en nieuwe innovatieve zaken binnen dit project. En dat gaan we dan eigenlijk, dat leidt eigenlijk tot een uniek businessmodel. Een unieke samenwerking van een aantal partners binnen de agrofoodketen. En de partners in dit project zijn het Vlaams Goeverund, dus een producentenorganisatie van gesloten vleesveebedrijven, in combinatie met Colruyt als partner. Die zorgt voor de inspiratie, de motivatie en eigenlijk ook de financiële ondersteuning. En daarnaast hebben we ook nog Inagro, die ons gaat begeleiden op vlak van wetenschappelijke achtergrond, qua kennis en ook de begeleiding en de proeven zelf gaat doen. Het fundament is eigenlijk de goede bodem. En eigenlijk laten we die door toevoeging van organisch materiaal of door toevoeging van koolstof eigenlijk zorgen voor dat die werkt als een spons. Dat in natte omstandigheden de doorlaatbaarheid heel goed is. En in droge omstandigheden dat we ons water eigenlijk kunnen vasthouden. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van het project. Wij zien het als een leertraject waarbij dat proeven soms een keer lukken en soms een keer gaan mislukken. Maar het leuke is dat je uit elke proef leert en dat je eigenlijk ook kennis kan doorgeven. En dat je ook kan evalueren en eventueel bijsturen het jaar nadien. Dus, maar dan eigenlijk het einddoel of hoe dat wij eigenlijk de toekomst gaan zien is eerder dat we dromen dat we die kennis of die slimme technieken die we bekomen, dat we eigenlijk gaan doorgeven aan de collega's. En op die manier misschien ook het rendement op onze bedrijven, op onze vleesveebedrijven kunnen verhogen, dankzij een vruchtbaardere bodem.